Een zekere SD heeft brandwonden in zijn gelaat opgelopen. Hij lag te slapen, maar schrok ineens wakker door brandlucht. Hij merkte dat zijn woning in brand stond. Een laagbouwwoning in hout opgetrokken vloog vannacht in brand aan de Affistraat te Münder. De brand is begonnen in de slaapkamer van het slachtoffer. Hij woonde samen met zijn jongere broer in het huis. SD heeft hem wakker gemaakt nadat hij merkte dat het huis in brand stond. Zij hebben kans gezien het huis te verlaten, maar SD liep brandwonden op. Hij is met een ambulance vervoerd naar de spoedeisende hulp. De brandweer heeft het vuur geblust. Het huis was aangesloten op het elektriciteitsnet, maar niet verzekerd tegen brand. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.